Kijk dat haar. Het blijft ook rechtop staan, hè? What am I seeing? Slecht, hè? Nee. Oh, somewhere in the ball. Jongens en meisjes, leuk dat jullie weer zijn met deze nieuwe video. Vandaag is het weer een vreselijk slecht weerdag. Oh mijn god. Het regent. Nou, het regent niet heel hard, maar het regende met echt ziek hard. Maar ik heb mijn ochtend doorgebracht met een heerlijke livestream. Ik heb lekker gelivestreamd hier in mijn mooie setup. Check even hoe dik die is. Helemaal top, wat een top setup. Wat heb ik gedaan? Ik heb een lange tijd niet gelivestreamd, maar mijn Minecraft server is weer open. Voor de mensen die de vlog van gisteren hadden gekeken, wisten het al. Maar mijn Minecraft server is weer terug. Play.uberquim.nl, superleuk. We hebben allemaal leuke game modes, dus wil je komen, doe het. Het hoeft natuurlijk niet, maar het lijkt me wel gezellig als je er bent. Want ik ben er ook vaak en het is gewoon gezellig, you know. Hey, join gewoon, man. Nu leek het mij leuk om vandaag een beetje te gaan toeren met de derby. Ik weet echt totaal niet wat ik moet doen. Ik moet een beetje aan school gaan werken. Het is echt een shitdag. Het is zo slecht weer, baal ik zo van, vind ik helemaal niet fijn. Maar ja, we gaan er gewoon wat leuks van maken vandaag, jongens. Ik zat gisteravond heel even hier naar te kijken. Toen was ik hier bij mijn PlayStation 5, die staat hier namelijk, weet je wel, hier zo, hieronder. En toen zat ik zo te kijken van, dit is de oude controller. En deze leek eigenlijk best wel veel op de PlayStation 3 controller. Ik heb die helaas denk ik niet meer, maar die leken wel heel veel op elkaar. En nu heb je in één keer deze controller. En op zich vind ik het design best wel vet, maar hij is zo groot en veel zwaarder. Het is wel echt even wennen, maar hij is wel echt dik hoor. Ik ben benieuwd, hebben jullie een PlayStation 5 of willen jullie er graag een? Ik vraag me dat echt af. Ik heb er nu een, ik ben er blij mee, maar ik merk nog niet heel veel verschil. Maar dat komt ook omdat ik geen 4K televisie heb en ook nog niet heel goed heb gekeken. Verder vind ik hoe die werkt nog best wel ingewikkeld. Hij werkt heel anders dan de PlayStation 4. Ik heb even een kleine outfit change gedaan. Even wat warmer aangekleed zo. Trui aan, shirt eronder, een warmere joggingbroek. En dan heb ik hier nog mijn jas. En ik heb zoveel geluk gehad met deze jas, jongens. Want kijk, hij is nu weer lekker fluffy en lekker opgeblazen. Maar wat er was gebeurd... Tijdens dat ik aan mijn derby aan het werken was, was er allemaal olie opgekomen. En olie gaat er meestal niet heel goed meer uit. Maar dat is wel redelijk goed gelukt. Dat zie je niet echt meer. Misschien nog een klein vlekje hier en daar. Ik denk niet dat je het eigenlijk meer ziet. Maar het grootste probleem was dat ook niet. We hadden hem in de was gedaan. En je weet eigenlijk van zoiets dat het niet in de was kan. Maar ja, we moesten wel, want ja, er zat allemaal olie op. Maar toen was dat fluffy dus helemaal verdwenen. Dat was gewoon helemaal weg. Dus hij was super, ja, het was super raar. Hier zit namelijk allemaal een soort wol in en dan kan je zo in knijpen. Maar dat waren allemaal kleine wolbolletjes geworden zo. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet hebben bij zo'n jas. Dus, tip, als dat gebeurt bij je jas, doe hem in de droger met een tennisbal. We hebben het 2 keer gedaan. Kijk hoe top die weer is. Kwam mijn moeder weer eens mee natuurlijk. Echt zo blij mee. Hij is er weer klaar voor. Ja, ja. Hoppa! GoPro'tje? Ik heb nog een andere GoPro binnen liggen. We gaan even lekker rijden. Eerst gaan we naar mijn zus toe. Gaan we even langs. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Ik weet niet of ik überhaupt langs kan komen. Maar we gaan langs. En deze twee zijn nog steeds elkaar aan het irriteren. Ja, ja. Goed bezig, jongens. Kappen. We gaan de derby pakken. We gaan dus eerst naar D rijden. En dan daarna ga ik helemaal naar Isa toe rijden. En dat is best wel een eindje. Dus dat is voor het eerst dat ik best wel ver ga rijden weer met de derby. Het is helemaal niet mooi weer ervoor, maar boeien. Het is gewoon super leuk, dus ik ga het gewoon doen. En hij valt gewoon uit. Dat is niet goed. We gaan de GoPro erbij pakken. Oké, jongens, daar gaan we. We gaan hem aandoen. Goed, hij gaat er weer eens niet aan. What am I seeing? Slecht, hè? Niks. Oh. Hou het. Daar was een mes mee, krijg je redden. Wat heb jij voor excuus bedacht deze vandaag? Waarom ik weg mag? Waarom heb je het verdiend? Ik had nog niet echt een excuus bedacht. Oh. Maar dat moet je meestal wel doen, hè, voor jezelf. Ik had niks te doen, dus ik kwam even langs. Hé, hey, pak even een mes, krijg je de helft van mij. Nee, dat hoeft niet. Ik hoef niet. Jawel, pak nou even. Nee, één dan maar gewoon. Wedden dat je wil? Nee, ik wil niet. Haal. Nee, ik wil echt niet. Rock, paper, scissors, kom maar. Ha ha ha!
Ja, dat is helemaal van mij. Wat heb jij? Big Mac? Ik heb sowieso een heel lelijk haar. Ik heb Quinn's haar geborsteld. Maar hoe lang heb jij je haar niet geborsteld? Ja, jij zei dat dus net, maar ik ben gewoon vergeten. Ik weet niet al. Ja, dat is echt belachelijk. Kijk nou. Dit... Oh, dat is toch vies? Dat voel je toch? Dit is toch helemaal ranzig? Dat voel ik dus niet meer, want kijk. Het is zo ranzig, je voelt het niet meer. Nee, want ik mocht niet meer wassen toen dit was geverfd. Mocht ik niet meer elke dag, want ik deed eerst elke dag. Het wordt heel droog. Dat mocht dus niet meer, dus toen dacht ik, oh, dan doe ik wel wat minder vaak. Maar nu weet ik eigenlijk niet wanneer ik voor het laatst heb gedaan. Volgens mij twee weken. Het is echt heel vies. Nee, niet twee weken. Anderhalf week, denk ik. Nou, ik hoop echt dat Isa snel beter is, want jij moet naar de kapper. Ja, Isa is de kapper. Ja, niet Isa vriendin. Nou, jij filmt heel scheef, hè? Oh ja, sorry. Nee, niet Isa vriendin. Ja. Doet dat zeer? Ja, dat deed pijn. Ik kan wel een staartje zo, hè? Wist je dat? Ja, wil jij een stiek? Dat heb ik al eens gedaan. Oh, zo, jij hebt een kleine? Kan. Zelf een kleine. Daar weet je niks van. Wacht, ik weet niet of ik dit zelf goed kan. Een man bun. Ja. Nee, ik denk niet dat je okay, schouwen. Laat mij doen. Het blijft ook rechtop staan, hè? Maar als ik het dus was, dan wordt het heel dun en... Ik hoop niet dat jij snel kaal wordt. Ik ben hier een beetje kaal. Ja, wel, nou, aan papa te zien word je echt wel kaal. Nou, papa is niet kaal, maar die is wel hetzelfde inname. Ja. Maar als ik gewoon mijn haar altijd naar voren hou, dan... Oh, nee. Is niet best, hè? Maar ik heb hier ook allemaal korte haren nog. Ja. Maar dat heb je laten knippen. Nee, nog niet. Ja, een keer nog, in de tussentijd. Maar dan moet wel even weer geknipt. Goed, mooi ben ik. Ik lijk nu echt op een gekke surfjunk. Ja. Wat snap je niet? Dat Isa nog verkeren met jou wil. En nu hebben we het over Isa, mijn vriendin. Nee, snap ik ook niet. Isa, ik denk dat je uit moet maken. Kijk ook hoeveel uitgroei ik heb. Holy. Gewoon meer dan de helft van mijn haar. Ik denk dat dat blonde er helemaal af kan. Ja. En dan heb je nog normaal haar. Ik denk het ook, ja. Serieus. Ik hoop eigenlijk dat de blonde er helemaal af kan. Maar wil je dan weer een kleurtje erin? Nou, ik ga nu nog even wachten. Ik wil vooral... Isa gaat alleen knippen. Ja, volgens mij wel. Maar ik wil het liefst in de zomer een keer highlights proberen. Kijken wat dat is. Dat zien we dan weer. Eerst moet Isa mij een DM sturen. Wanneer ik weer mag langsgaan. Oké, goed. We gaan even weer de bril erop maken. Vroeger had ik altijd een bril op mijn helm. Zo, die is vies, joh. Niet best. Het is weer helemaal vies. Meen je niet. Oké, hij is gefixt. Gaan we deze erop maken. Dan kunnen we nog beter rijden. Ziet er cooler uit. Ja. Kijk, top. Mooi. Brillie erbij. En voor deze keer gaan we ook de chest erop doen. Dan doe ik deze op mijn borst. En nu gaan we naar IJs rijden. Dus dan moeten we best ver rijden. En dat wordt wel leuk. Zin in. Kijk eens aan, daar gaan we. Zijn we klaar voor? Top dit. Sleutel erbij. Hé hey Lassie, ik check je later, hè? Mattie, later. Yo. Dat meen je niet. Oh, zomer in de bol. Nee, ik moest even... Nee, weet ik, dat was grapje. Kijk, deze is mijn bril.
Ja, ik zag net een foto op Snapchat. Ah ja, leuk. Ja. Maar op zich, als ik mijn haar los heb en op het strand, dan kan ik toch deze best wel op. Ah ja, ja. Kan best. Weet je hoe goed je mensen kan bekijken met deze film zonder dat iemand het doorheen. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Kijk, Isa maakt er even een rotzooitje van hier. Ongekend. Gaat top, schat. Ik heb een nieuwe broek. Ik zal hem even aantrekken. Ja, ik wacht wel even. Komt-ie, jongens. Vind je ervan? Wauw. Ja, wel leuk. Mooie broek. Is dit beter dan die andere? Ja. Vorige keer hadden we het er nog over in de vlogs. Maar ja. Ik heb geen billen. Nee. Die ik sowieso niet, maar... Komt dit verhaal ook leuk met die bikini topje. Heb je ook een broek voor mij? Want mijn broek is helemaal nat. Ik ben op de brommer gekomen, hè? Ja, waarom? Vind je leuk? Boven is een broek. Lukt je? Nou, ik ga even een nieuwe broek zoeken in de kast. Als het goed is liggen nog wel kleren van mij hier. Dus dat is top. En ik ben natuurlijk echt een patchesfanaat. Zeker als mijn haar zo fucked up is. We hadden het er net over. Doe ik altijd patches op, zodat ik een beetje mijn haar kan verstoppen. En nu heeft Isa ook een paar nieuwe patches. Dus ik ben benieuwd hoe Isa patches staan. Oké, jij hebt weer even normale kleren aan? Wil je niet gaan zwemmen? Zo lekker warm. Er zijn genoeg plassen buiten. Oké, pak even een petje. Ik ben benieuwd hoe een petje bij jou staat. Het staat matig hoor. Ja? Ja, ik ben ook niet opgemaakt, dus ik zie er ook sowieso niet uit. Ik vind je wel knap hoor. Ik weet niet man. Doe de deur dicht. Nou, het valt mee. Jongens, meisjes, wat vinden jullie ervan? Nee, het is echt lelijk. Ik lijk echt op een kind van 4 zonder make-up en een pet. Ja, misschien ligt het ook een beetje aan die blauw, denk ik. Ik heb ook een witte. Ja. Heb je nou ook een zwarte of niet? Nee. Oh, dat is jammer. Ja, zo is echt niet best. Isa vind ik dus zo erg lijken nu op die drugs en drugs chick. Ik weet niet waarom. Hij heet Olivia. Olivia. Ik heb altijd een petje op. Ja, maar een pet staat zo ook echt goed. Ja, hè? Vind ik ook. Jij kan een pet echt goed hebben. Nu lijk ik op iemand van de tennis. Ja. Oké, okay, maar voor als je een keer last hebt van de zon, zou je het kennen. Ik heb er in ieder geval één. Ja, je hoeft hem niet echt te rocken, nee. Dat denk ik ook niet. Je hoeft hem niet te rocken of je kan hem niet rocken? Ja, ik denk dat het beter is om hem niet te kunnen rocken. Dit ziet er zo verschrikkelijk uit wat je nu allemaal bij elkaar hebt. Echt top. Met de sterren. Heel nice. Nee, is allemaal wel leuk los. Ja, leuk kleedjes. Oh, nu zo. Kunnen we weer aan de studie. Jij anders heeft deze zonnebril. Zal ik hem eens even opdoen? Nee. Mijn supermodel. Vind je die? Staat je heerlijk. Maar deze zonnebril, eerlijk, is wel heel fijn als de zon echt wel schijnt. Nou, hij komt nergens binnen, die zon. Nee. In ieder geval niet hier sowieso. Hier heb je echt een heel klein gat. Mm-hmm. Maar ja, daar zit de zon niet. Nee. Dus dat is wel echt top, ja. En je kan goed mensen bespieden. Ja. Dat vind jij dan weer fijn. Mm-hmm. Mij boeit dat niet. Ik let daar niet op. Mij wel. Ik vind het echt heerlijk. Ja, jij vindt het heerlijk. Heerlijk. Goed. Ik word dit jaar dus 20. En ik vind dat is echt veel te oud al. Ik voel me echt niet 20. En waar we dat dus duidelijk aan kunnen zien, is aan mijn baardgroei. Kijk wat daar namelijk gebeurt. Dat meen je toch niet? Dat is gewoon zielig. Eén zo'n klein dingetje en voor de rest niks. En ik vind het helemaal niet erg. Ik haal het altijd weg. Maar... wat doet dit hier? Oké, goed. Even lekker tandjes poetsen. Welkom bij mijn presentatie. Ik zie eigenlijk helemaal niks door deze kutbril, maar goed. Vandaag wil ik het graag hebben over... Ja. Wij gaan weer heerlijk serie kijken. Top hoor. Echt top. Oké, jongens en meisjes. Genoeg weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vergeet niet mijn Minecraft server te joinen. Zou ik super tof vinden. Want hij is dus weer online. En het is gewoon hartstikke gezellig. Geef veel prijzen weg. En geld. En van alles. Dus kom gewoon lekker joinen. play.ubiquim.nl. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Morgen zijn we weer terug. Om 4:30. Met een nieuwe vlog. Zoals elke dag. Top. Ik zie jullie morgen.